Dat zeker wel. Of die blozen. Hij moest opvallen. Hij moet opvallen. Dat weet ik niet. Maar ik moet dat op de voetbal vallen. Niet in de blauwe hoek. Ja, dat is ook een flinke. Ja, dat is ook een flinke. Ja, dat stinkt ook wel. Dat zijn onze moeders. Ik zou het verkeerd in de mooie dier. Ik moet het ook doen. Ik kan ze meer dan. Ik vind het mooi. Ja, dat je stuit er wel zelf ook op dan. Heb je hem leeg? Ja, zo snel gaat het leeg. Dat is niet normaal, hè? Nee, maar ik zou echt een grote batterie kopen. Oh ja? Nee, die past dan helemaal niet, een grote batterie. Zo, maar ik heb wel een film, als je meer een foto hebt. Dit is wel. Met meer milliampère. Milliampère opkomen. Vooruit, Snoe! Nou, prachtig. Dames en heren, op veld nog even meeheid tussen de finale van het Interkampioenschap van als Zuid-West van het Intertoernooi. Dat is heel bedoeld. Ik zeg dat hij de moeite heeft. Ja. Zo, daar staat Kirsten. Dat zijn je baas. Mooi hè. Dat was dat team met twee van... Pak die meiden. Met twee manneesjes. Ja, twee manneesjes, pak die meiden. Maar die meiden die komen wel terug. Dit is waar de fijne truc. Het zat er nog op vast. Heel fijn. De bal staan! Free. Moet zijn, dat weet ik. Er staan twee koppers, ze staan niet met, dus ze kunnen niet koppen. Hoe moeilijk was het? Ik zal Mats en Jules dan Wie doet het stadion aan de overkant? Dat is ook niet zo. Ja. Zo was het aan de bal. Guido Hassels stadion aan de overkant. Dat is ook niet zo. Ja. Zo was het aan de bal. En duurde eerst de jongen uit? Ja, dat is goed, maar dan moet Koen sterk komen, dus dan krijgen we een beetje een Lorens, volgens mij. Dat is nog niet over de middenlijn, dat vind ik altijd zo stom. Af van Koen. Ja, Ross is in de voren, ja, bal Ross. Nu heeft hij toen al een oplossing van de afspraak in de tweede. En dat Frans Kjell was een trainer van ons. En hier zijn de zijkant en hier gingen ze op zo'n klein gootje. Dat ze toen staan. De trap af, en hier speelde de banden achter en die gelijk spel stellen. Helaas, dat doen we dus niet meer. We trappen gelijk, we beginnen gelijk te voetballen naar voren. Dat is het enige wat ik gezegd. dan? Gaat wel goed. Zeg je? Gaat wel goed. We staan niet over voor, dus nu is het, moet de tegenstander wat doen. Het blijft er nog altijd af om te duren. Papa. Wat? Het duurt de naald nog steeds 11 minuten. Ik denk wel eigenlijk, ik weet het eigenlijk niet. Schiet hem wel recht. We hadden meer druk. Het kan wel heel veel leuk zijn. Waarom die broeders meer? Zo verstaan met blote handen. Na de tip. Ja. Hij speelt zo goed. Oké, ik luister snel in de auto op. Bijna. Daantje! Daantje! Goeie leerschool voor de scheidsrechter, nog eens aan. Tot je op. Heb je daar nog zien? Eens zo man. Houd hem vast, inderdaad. Dan kijk wat er van tevoren gebeurt. Ik veel nog. Ik pak niet meer helpen. Ja, juist. Nou, kom weer. Nog maar. Zo. Kom maar. Goed zo. Van de rechts. Ja, nou die andere roepen ook. Ja, daar. Ik ben een overal hebben gemaakt. Ook een bekende boven. Ja, maar die krijgt het nog. Ja, en de ei. Mama kan het doen ook nog. Ik word wel bang voor de ja, sorry. Oké. Dit noem je pas een haag. Duits! Wat zei je? Dat doe je met de voetbal. Gaan we nog beneden. Ja. Dat is nog een starterbal. Maar de bal was... super wel waar uit de moed. Normaal, maar hij moet niet. Eén, twee, drie. 12 meter. Is dat een buitenspel? Ja, is dat geen buitenspel? Dat is weer een buitenspel. Meis, kijk, buitenspel! Ja, dat is de 14. Ja. Niet bij dat bal niet langer vast. Rustig. Stadionhoed heet dat, denk ik. De bal zo. Ja, maar ik moet veel leren dat er dan wel langer vast is. Situaties als dit. Nou, klopt. 15-3. Alla, jongens, kom. 15-3, hè? Ja, wat is dat dan? Ja, dat is een van die drie. Ja, inderdaad. Dat zijn staan naar achteren, jongens. Kom op, bij! Ja! Wat zijn die? Wat zijn die? Blijf! niet blij met de oefening. Mama, wat zijn die blij met de oefening? Ze juichen. Applaus, jongens.